Dag Ferry, hoe is het met je? Ik zei nu bedrijf opgestart. En nieuw, alweer een nieuw bedrijf, Ferry? Nu bedrijf, ja zeker. Ik zei dus op een gegeven ogenblik artiestenbureau begonnen. Ik zei zelf ook artiest, hè? Ben jij artiest? Dat wist jij misschien niet, maar ik zing en draai en doe het geluk. Is dat zo, Ferry? Ja, zeker. Want je kunt mij ook veel boeken met drive-in disco Starlight, hè? Dat meen je toch zeker niet, hè? Met een kameraad, DJ Ricardo. Daar hebben wij dan samen, hebben van Spanplaat, hebben wij een drive-in disco gemaakt. Ja? En daar rijden wij dan mee door het land heen, hè? Dus heb je overal, zeg maar, optredens door het hele land heen? Ogenblik, schiet, telefoon gaan. Jeetje, mine, wat een herrie. Ik zei ook voor het boeken, hè? Ja, mee van de zaand, hè? Ja? Oh, ja. U wilt Kromme Joop boeken. Ja, dat kan, ja. Kromme Joop is vrij. Ja. Ja, hè? Dat kost u 4500 gulden, exclusief. Ja. Ja, die stuur ik op. Ja. De contracten zijn onderweg. Zeg. Halle. Dag. Dag. Er was een klant. Die doen dan bellen. En dan doe ik die artiesten doe ik dan allemaal regelen. Maar ik moet even bellen. Heb een ogenblikje nog? Ik heb wel even een ogenblikje, Ferry. Ja, ja. Goed. Ja, Joop. Hallo. Ja, maar hier, mijn Ferry hier. Mee van de Zaande. Ja, je kunt 2 meien verdienen. Ja. Ja, zing, hè. Bij het boomstrunkske. Op de Broekhovense weg. Ja. Ja, echt wel, ja. Ik krijg trouwens nog een krat bier van jou, hè. Dus houd er gelijk een meien vanaf. Dat is afgesproken, Joop. Hé? Oké, dat doen we. Hey, matje. Hallo, hè. Houden we. Zo. Ogenblikje telefoon gaan, hè. Ja. Mee van de zand, hè. Ja, hè? Oh, ja. Schelmbeb. Ja, die doe ik nog steeds. Ja. Die doe ik nakend, ja. Nee, dat doet ze niet, nee. Nee, dat mag niet. Nee, alleen zingen. Ja. Oh, ja, ja. Ja, dat kost u 4500 gulden. Ja. Ja, dat is een aanbieding, hè? Ja. Goed. Dank u. Dag. Zo. Ja, nou moet ik toch weer extra telefoontje gaan plegen, meneer. Ja, nou. Een blitzje, hè? Oh, prima, hoor. Beb, mijn man, mijn Ferry van de Zaand, hè? Wilde jij zowel meedoen aan een soundmix show? Daar kun je heel schoon prijs mee winnen. Een gouden beker van 48 karaat, of iets. Ja. Dan moet jij zijn in Café Bar Dancing het Kerwiel in Spoordonk. Ja, eigen vervoer. Jazeker. Oké, Beb, dat is afgesproken. Hallé. Ja, dat was Schelm Beb. Die ken ik ook nog van vroeger. Die doet ook allemaal zingen, hè? Maar luister eens, je zegt dat je zelf ook drive-in shows doet? Dat klopt. En dan moet ik naar X een kleine promotie voor laten gaan huren. Ja, maar dat kost wel geld, Ja, dat niks. Geld, dat doen wij hier achter onder de toonbank wel regelen, denk. Nee, spotjes moeten betaald worden. Niks. Daar zullen wij wel zo over praten, hè? Hé, en geen grote smoel, want aan de zakken ze bieden ze achter de schuiven aan trekken. Ferry van de Zaande.